Ik heb even mijn overhandschoen gepakt. Want hij doet me pijn. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag feest. Zoals je ziet heb ik de slingers al opgehangen, want mijn broertje is vandaag jarig. Dus mijn ouders komen zo meteen hierheen en mijn broertje komt zo meteen hierheen. En dan gaan we lekker uit eten en lekker een feestje vieren. Maar als mijn broertje jarig is, dan betekent het ook altijd dat Sinterklaas voorbij is en dat de kerst eraan komt. Dus mijn ouders nemen ook meteen een kerstboom voor me mee. Super lief. Mijn ouders zijn er met de kerstboom. En wij gaan... Nee, hou... we moeten wel open blijven bij de deur. Ja, snap ik. Anders komen we niet meer binnen. Dus we gaan eventjes naar beneden om de kerstboom te halen. Hallo! Kerstboom! Gefeliciteerd, broertje. Hi. Hi. Raymia gaat hem omhoog tillen met je sterke. De kerstboom is er! Woehoe! Proost, Len, op je verjaardag. Cheers! Cheers! Cadeautjes! En nog meer cadeautjes. Allerliefste Len. Mijn kerstboom is een beetje stekelig, dus ik heb even mijn overhandschoen gepakt. Zodat ik mijn kerstboom kan aanraken, want hij doet me pijn. Met mijn kerstlampjes. Daar moet ik volgende keer toch eventjes over nadenken. Want elk jaar is het weer een jaar geleden dat je je kerstboom hebt opgetuigd. En dan iedere keer vergeet ik toch weer hoe het nou eigenlijk moest. Dus dan doe ik meer... Dus dan doe ik maar... Zo. Dus dan doe ik maar gewoon weer wat. Dat was wat ik wou zeggen. Maar hij is af, mijn superschattige kerstboom. Zonder kerstballen, zonder piek. Een echte Lisa kerstboom. En ik ga hem even laten zien. Daar is hij dan. Kijk, we hebben strikjes, vogeltjes, hartjes en de piek. Die mag natuurlijk niet ontbreken. Vandaag ben ik in Rotterdam samen met mijn moeder. Hallo! En we gaan vandaag naar de Zweedse kerstmarkt. Yay! Ik ben super benieuwd. Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al wel weten, komt mijn moeder uit Zweden. Hey, hey! En dat maakt mij dus half Zweeds. En ik ben ook super gek op kerst. Ik vind dat echt het allerleukste feest van het jaar. Ik ook. Dus we gaan even lekker kerstspulletjes kopen en allemaal lekkere dingen eten. Dus ik heb er zin in. Wat zullen we eerst? Links, rechts? Rechts. Het is lekker druk hier. Er zijn meer mensen op het kerstmarkt. Iedereen is even afgereisd naar Rotterdam voor de Zweedse kerstmarkt. Ja! Een peperkoekhuisje, die maken we elk jaar. Kijk, wat lekker! Dit is mijn lievelings. Wacht, dat moet ik even laten zien. Oh. Diamond! Oh, daar hou ik van. Oh, dit is ook een van mijn lievelings. Het zijn buller. Ja, van die Zweedse ja, kaneelbroodjes. Ja. Zo lekker! Het wordt al herkend. Waar staan we? Vrolijk kerstfeest. Vrolijk kerstfeest.
woensdag. Ja. Lucia. Lucia brengt het licht in de donkere dagen voor kerst. Nou, Lies, wat gaan we nemen? Hoe wil jij naar huis? Ik heb een smurgels meer chatbullen. Dan worden we salade. Dat was een leuk dagje, zo even naar de... We hebben weer geshopt, hè? We hebben weer geshopt till we drop. Mijn kerstboom staat en alle prelaria staan. En het enige wat ik nog hoef te maken is mijn Zweedse peperkoekhuisje. Ik heb het van mijn moeder geleerd om een peperkoekhuisje te maken. Maar ik moet wel zeggen, ik word nu wel heel goed geholpen door IKEA. Want tegenwoordig kun je alle onderdelen bij IKEA kopen. En dan hoef je ze alleen nog maar in elkaar te zetten. Terwijl vroeger maakte mijn moeder helemaal zelf het deeg en bakte ze zelf de koekjes. En werd het zo in elkaar gezet. Maar nu krijg ik een beetje hulp. Het peperkoekhuisje is wel echt iets wat hoort in mijn kerst. Ik heb alvast alles wat ik nodig heb voor het peperkoekhuis klaargezet. Om te beginnen het peperkoekhuis natuurlijk. Een spuitzak om straks het glazuur in te doen en daar vormpjes mee te kunnen spuiten. En ik heb suiker, poedersuiker, ik heb eiwit nodig en M&M's. Zal ik eerst maar eens even gaan kijken of die überhaupt nog heel is, want dat is ook altijd wel een verrassing. Spannend! Ta-da-da. Twee zijkanten van het huisje. Dit is het dak. De voorkant en de achterkant. Het verschil is dat er hier dus een deurtje in zit. En de schoorsteen. 1, 2, 3. Nee, dat meen je niet. Oké, ik mis een stuk schoorsteen. Nou, wat gek. Dat heb ik nog nooit gehad. Nou, daar ging mijn andere stukje schoorsteen. Hij is nog heel. Zometeen ga ik dus alle onderdelen aan elkaar vastplakken met gesmolten suiker. Dat is echt mega heet. Dus dat zou ik wel eventjes met een ouder doen. Of als je het zelf doet, gewoon goed oppassen. Ik had nu alleen zakjes suiker in huis. Maar het is natuurlijk veel slimmer en handiger als je gewoon zo'n grote pot suiker hebt. Of zo'n grote zak suiker hebt. Maar goed, ik had dit in huis, dus ik roei altijd lekker met de riemen die ik heb. Lekker creatief doen met wat je wel in huis hebt. Dus vandaar dat ik nu gewoon met suikerzakjes bezig ben. Vastgelijmd door middel van suiker. Hey! Ha! Kijk wat ik gevonden heb. Oh, gelukkig. Kriegelwerkje. Het huis versieren. Ik begin aan de achterkant. Als het dan nog misgaat, dan was het in ieder geval de achterkant. Kerstmannetjes, kerstbomen en allerlei kerstgekkigheid. Eerst even wat sneeuw maken. Mijn peperkoekhuisje is af, mijn kerstboom staat en al mijn andere kerstspullen staan in huis. Dus ik ben helemaal klaar voor kerst. Ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen en super bedankt weer voor het kijken. Ik zou het weer top vinden als je even een duimpje omhoog geeft. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. Dat vind ik leuk. En dan zie ik jullie weer volgende week. Doei!